Zo, daar zijn we weer. Vandaag doe ik een uitgebreide review van de Moto G, Motorola Moto G 16G. De unboxing hebben jullie kunnen al zien, toen had ik het ook al een beetje besproken. En ik heb hem nu ongeveer een week in de test gehad. En het is een heel prettig toestel, kan ik jullie al vertellen, om mee te werken. En voor het bedrag wat ik al zei, waar die voor geleverd wordt, is het zeker een aanrader. De Moto G. Jullie weten het al, het is een quad-core 720p HD schermpje. 16 gig intern geheugen. De mijne komt, of tenminste dit model komt uit Engeland. En hij was gelokt op telco. Die hebben we dus laten unlocken, of ik hem zelf unlocked, en nu werkt hij dus gewoon zoals jullie zien op T-Mobile zonder lock en je kan er gewoon mee bellen. Het leuke wat ik ook vond aan deze Moto G is de notificatieled. Daar kan ik in principe niet mee meer zonder, aangezien hij op de Note 3 ook zit en op een op de Nexus. Op de Samsung zit hij niet, en dat is nog een oud modelletje. Ik heb een paar tests uitgevoerd, zoals standby. Nou ja, dat is gewoon lang, heel lang. Dagelijks gebruikte ik hem om te bellen, internetten, een beetje media streamen, videoclips kijken. Alles kan op dit mooie 720 scherm. Ik heb een AnTuTu benchmark gedraaid. Zal ik jullie gelijk even laten zien wat de uitkomst daarvan was. Eens even kijken. 17.000. Nou, als je dit vergelijkt met een quad-core Chinese toestel bijvoorbeeld, dan kan die dus prima mee. En voor dit toestel is dit gewoon hartstikke goed. Voor een quad-core toestel met 1 gig werkgeheugen is dit een prima score. Voor de mensen die wat om de benchmarks geven. Ik heb ook een Nenemark heb ik ook gedraaid hierop. En daar kwam ik op deze score uit. 57 frames. Dus dat is prima. Niet slecht voor een toestel. Als de Moto G. Daarnaast de Epic Citadel. Die had ik ook nog gedraaid. Ik weet niet of ik die resultaten hier nog uit kan halen. Even kijken hoor, wat hij gescoord had. Maar ik kan je wel vertellen, hij heeft echt goed zijn best gedaan. En het waren mooie scores. Ik stond er versteld van hoe goed hij eigenlijk presteert met deze hardware die erin zit. Laten we eens even kijken of ik iets ervan kan zien. Menu. Even kijken hierboven. Gaan we even naar more. Nee, niet more. Oh, stop, stop, stop. Terug. We gaan even naar de settings. We gaan naar ultra high quality, zoals jullie zien. Ultra high quality. Daar staat hij op. En ik ga hem denk ik dan nog een keer draaien. Dan kunnen jullie even meekijken. Dan draai ik hem speciaal voor jullie. Op ultra high. En ik moet eerlijk zeggen dat de grafisch is hier gewoon echt mooi scherp beeld. Het is niet eens jammer dat hij geen Full HD scherm heeft, want dat mis je eigenlijk gewoon niet. Het is gewoon echt een goed helder scherm. En qua spelletjes kan hij denk ik prima mee. Ik heb er zelf niet zo zware dingen mee gedaan. Maar zoals jullie hier zien, lukt dat prima met de Moto G. Geluidskwaliteit ben ik ook heel erg tevreden over. Dat ene speakertje wat hij achterop de toestel heeft zitten is gewoon hartstikke goed. Echt heel goed. En hard en helder geluid. Dus dat is echt een top. Nou, laten we eens even kijken wat de uitkomst zal zijn.
Nou, 34 frames. Jullie zien het, 1200 bij 720 op ultra high quality. Nou ja, ik heb zelf geen lag zien verschijnen. Dus voor mij is dit echt, voor zo'n toestel waar deze in zit, in de prijskwaliteit, is dit gewoon een hartstikke mooi scherm. Jullie kunnen ook zien, het scherm vanuit de hoeken is het gewoon goed te bekijken. Zoals jullie zien. Ik heb even de CPU-Z erop gegooid. En dan kunnen jullie zien dat het een ARM Cortex A7 is op 1.2. Zullen we hem dan naar boven toe afronden. De clock speed. Hij is van Qualcomm. De GPU Adreno 305 zit erin. Even kijken. System. Een Falcon XT1032. Nou ja, dit zijn allemaal bekende informaties die jullie al hebben. Nou, het schermpje 320 dpi en 1 gig werkgeheugen. Nou, jullie zien, het is een 16 gig model, maar je krijgt niet 16 gig om te gebruiken. Even kijken. Batterij. Is gewoon echt een prima accu'tje hoor, die erin zit. Hij kan echt gewoon, je kan er makkelijk 2 dagen mee doen. Met gewoon goed gebruik. Dan ga ik even kijken of ik jullie een klein toontje kan laten horen. Ik ga niet te veel draaien voordat ik weer geblokkeerd word. Even kijken of ik een muziekje kan zetten. Nou, laten we eens even kijken. Bijvoorbeeld als ik... klein muziekje, klein stukje maar. Nou, op zijn hart. Zo. Keihard dus. Nou, dat is dus hartstikke goed voor zo'n toestel. Ik heb ook wat minpuntjes gevonden. Ene minpuntje is dit knopje. Ik weet niet of jullie het kunnen horen. Aan- en uitknopje. Een beetje losjes. Bij de volume toetsen valt het mee. Die zitten wat minder los. Maar de aan- en uitknop, die zit wel los. Ik weet niet nou of het aan dit exemplaar ligt, maar dit is wel een minpuntje. Niet zo hinderlijk. Ik heb hem gebruikt in een hoesje en dan voel je er niks meer van. En je hoort er ook niks meer van. Tweede rare punt wat ik heb gevonden was bij het bellen. Als ik dan in mijn lijst, in mijn log ging scrollen. Dan geeft die dialer is gestopt. Misschien ligt het aan mijn toestel. Aan dit model. Maar elke keer als ik dus hierin ga, dan knalt hij eruit. Dat heb ik dus niet als ik in contacten zit. Dan doet hij het niet. Dan doet hij prima. Het is enkel alleen als ik in de log ga. Dan knalt hij eruit. Nou, misschien een foutje van de software. Ik heb nog niet KitKat erop zitten volgens mij. Of, er zit wel 4.3 op. Ik zal eens even kijken waar we ergens uithangen. Want de software heeft hij zelf nog niet binnengehaald. Even kijken, dit is dus dit model 4.3 draait hij nu op. En het is nog niet de laatste 4.4 KitKat geloof ik. Ofwel, ik zou het niet weten, ik heb zelf niet echt gecontroleerd. Misschien is dit wel de laatste update, maar ik zal even kijken. Ik had eigenlijk nog een update verwacht. Nou, hij zegt dat er geen update is verder. Maar ik denk dat er nog eentje achter zit. WhatsApp doet hij ook prima. Je kan er gewoon prima mee WhatsAppen. Dat is geen probleem. De camera zelf. Zal ik jullie dus ook even laten zien. Even kijken. Camera zelf is niet slecht. Nou, eens even kijken als ik hier even een fotootje van maak. Bijvoorbeeld zo. Hup, dat was één foto.
Het is niet de beste camera natuurlijk. Het is een 5 megapixel camera. En eens even kijken als ik dit met gallery doe. Nou, jullie kunnen zien. Als ik hem zo hou. De stofdeeltjes haalt hij dus makkelijk tevoorschijn. Die op het scherm zitten. Van mijn Note 3. Dus het is geen slechte camera. Maar je moet geen Note 3 kwaliteit verwachten. Want dat zit er gewoon niet in. Het is maar een 5 megapixel cameraatje. Voor de rest. Alle apps werken gewoon normaal. Hij is vlot in gebruik. Lekker vlot. Even kijken. Video's heb ik er zelf niet op zitten. Maar ik kan natuurlijk een klein YouTube clipje laten zien. Even kijken of ik een... even kijken. Trailer van een filmpje zie. Hup, laten we eens even zoeken. Hoppakee, een clipje zoeken. Nou. Hup, wat is dit? Okay. Oh, krijg ik eerst een advertentie natuurlijk. Hup, wegwezen ermee. Op zijn hart. Bottoms up. I love scotch. I love scotch. Welcome to WatchMojo.com. And today we're counting down our picks for the top 10 movie drinking games. Butler's Pizza. Hair of the dog that bit me. For this list, we've chosen films that are great to watch with your bud. Nou, dus dat, whenever someone's chatting on a walkie, goed. Sip. You've got a fire alarm. Mayday, mayday. En nogmaals, scherm van dit toestel is gewoon echt een goed scherm. Voor zo'n klein budget hebben ze er echt goede kwaliteit spullen erin gezet. Hij is een beetje vingerafdruk gevoelig, zoals jullie zien. Dat komt er wel heel snel op. Maar dat mag niet de pret storen om dit apparaat te kunnen gebruiken. Hij is ook niet zo dik. Ik zal hem even hier met mijn S2 Plus. Kunnen jullie een beetje zien. De S2 Plus. Daarnaast. Ja, omdat de Motorola wat boller is van de achterkant, kunnen jullie zien dat hij iets meer aan dikte heeft. Maar voor de rest gewoon een goed toestel. En zo kunnen jullie ook zien, de S2 is gewoon geheel plat. En de Motorola is gewoon wat boller aan de achterkant. Hier kunnen we hem even een beetje vergelijken met de Nexus. Zie je, de Nexus is helemaal plat. Ook wat lichter lijkt wel. En qua scherm zijn ze allebei heel goed. Deze hier zit nog een full. En zullen we deze ook even op full zetten. Want de Motorola die stond ook nog niet op full. Kijk eens. Als ik hem op full zet. Hup. Dan kun je ze even naast elkaar zien. Gewoon heldere schermen. Dus deze kan gewoon prima. De Moto G kan gewoon prima mee met een premium toestel. Als de Nexus of een Note 3. Dan kan hij prima mee. Maar ja goed, met wat minder specs. In het... Algeheel moet ik eerlijk zeggen, de Moto G heeft mij echt versteld doen staan. Het is een hartstikke goede toestel. Ik kan er maar niet van uitkomen met twee kleine minpuntjes. Nou, de ene is dus de software in de lock. Ik denk dat dat eruit gewerkt wordt. En een beetje gammelen aan- en uitknopje. Lig ik ook persoonlijk niet zo wakker van. Nog wat software dingen wat de Moto G of Motorola erin heeft gezet. Het assist knopje, dat is leuk. Hiermee kan je zelf instellen wanneer jij gestoord wil worden en wanneer niet. Dat kan je zelf instellen hierin. Dan hebben we nog help van Motorola. MotoCare is dat. Dat is ook heel leuk. Tenminste, als je snel aan informatie wil komen, kan je hier zelf intoetsen. Of je kan zeggen van nou, ik wil gelijk een chat gaan doen.
of ik wil gelijk gaan bellen met Motorola. En dan gaat hij gelijk dus checken of Motorola aanwezig is. En dan belt hij met helpdesk. Die ga ik dus nu niet bellen natuurlijk. Of als je een chat wil uitvoeren in Motorola Care. Dat kan ook. Dan druk je hier op Motocare. Vul je gegevens in. En dan kan je gelijk je vraag direct naar Motorola sturen. Hartstikke mooi. Daarnaast hebben we hier... ik geloof dat het bij alle Motorola's is. Ik weet niet zeker. De Drive. En daar krijg ik dan te zien... De eerste keer als je je Moto G gaat gebruiken. Dat je dan voor 2 jaar 50 gig krijgt. Ik kan het nu niet meer laten zien. Eens even kijken waar het was. Ik had hem gisteren toevallig. Ja, kijk eens. Hier kunnen we het zien. U vangt bij uw Moto G gratis 50 gig aan Google Drive. Volgens mij opslagruimte. Nou, dat is toch hartstikke mooi meegenomen. Dus dan heb je 16 gig. Plus nog 50 gig aan extra opslag in de cloud. Dat is gewoon heel mooi. Radio zit erin. Dat is ook wel prettig af en toe. Om gewoon radio te kunnen luisteren op je Moto G. Ik heb er zelf de normale browser erbij gezet. Want bij Google Chrome vond ik toch dat die niet zo fijn werkte. Soms krijg ik zeg maar platte of gewoon zwart te zien. Of dat de beeldopbouw gewoon niet goed gaat. Dus daarom heb ik zelf nog de gewone browser ertussen gezet. Dat vond ik net iets prettiger werken. Dus dat is iets persoonlijks denk ik dan. Kijk, als ik hier gaat hij gewoon. Dit gaat ook gewoon lekker. En als ik in de forum ga. Dan doet hij ook allemaal prima. Er zit weinig lag in. Dus dat gaat gewoon goed. Dit was mijn uitgebreide review van de Motorola Moto G 16G. Ik hoop dat ik jullie hiermee een plezier heb kunnen doen. De volgende keer doe ik een unboxing van een Moto X. Ik zit erop te wachten. Het duurt een beetje lang, maar hij komt eraan. Tot de volgende keer en nog een gelukkig nieuwjaar.